Welkom bij dit filmpje over een stukje uit het eindexamenpensum voor 2024 voor Grieks. We zitten in het boek Gorgias en Socrates is hier aan het spreken met Callicles. En dit verhaal gaat over de beoordeling van de doden, of beter gezegd van de bijna doden, want dat is hoe het eerst ging. Levende rechters oordeelden over de mensen die gingen sterven en daardoor kwamen de verkeerde mensen terecht in de Tartaros en op de eilanden der gelukzaligen. Zeus heeft net de macht van zijn vader Kronos overgenomen en mag dit probleem gaan oplossen. En dan begint het stukje Grieks met Eipen, een thematische Aoristus van Lego. Hij zei... En wie dat was, die staat erachter, Unho Zeus. Dus Zeus zei, al ego, maar ik, en dan staat er nog een keer Eve, een beetje dubbelop, na Eipen, maar maakt wel duidelijk dat het hier om een citaat gaat. Dus we hebben hier directe reden. Maar ik, zei hij, pauso, futurum van pauo, ik zal doen ophouden... En daar komt een ACP achteraan en dan hebben we gelijk de A te pakken met toetel. Dat, want zo begin je dan de vertaling van die ACP, dit, dat is namelijk toetel. En dat gaat dan over die verkeerde beslissingen. Gignomenon, dat is de P van de ACP, dat dit gebeurt. Nun, men... daar verwacht je normaal een de achter, maar die komt niet. Dus we hebben hier alleen maar nu. Gar. Want. Kakos. Bijwoord op een slechte manier. Hai dikai. De vonnissen. Dikadzontai. Zij worden geveld. En je ziet hier iets wat de Grieken heel fijn vonden om te doen... Woorden die qua vorm met elkaar te maken hebben bij elkaar zetten. Het is iets wat wij niet willen in het Nederlands. Wij doen niet een vraag vragen, maar wij stellen een vraag. Want wij vinden dat niet mooi. Maar de Grieken vonden dat helemaal het einde. Dus dan krijg je, want nu worden de vonnissen op een slechte manier geveld. Ampegomenoi gar. Ampegomenoi, participium presens. Ampegomai, want terwijl ze aangekleed zijn, even, nog maar eens even benadrukken dat we in de directe reden zitten, zei hij, hoi krinomenoi, en hier zie je een participium met een lidwoord ervoor, gesubstantiveerd participium, krino betekent beoordelen, hoi is mannelijk meervoud, dus degenen die... En het participium krinomenoi is participium presens medium slash passief. Degene die beoordeeld worden. En dan het werkwoord erbij krinontai. Zij worden beoordeeld. Dus, want terwijl ze aangekleed zijn, worden degene die beoordeeld worden beoordeeld. Zontes gar... Dit is de uitleg waarom ze aangekleed zijn. Want terwijl ze leven, krinontai, worden ze beoordeeld. Opvallend veel krino-vormpjes hier. Polloi un, velen dus. Het os, dit is een beetje ouderwetse vorm van eve of eipen. Betekent ook, zei hij, dus we hebben hier nog steeds directe reden. Velen dus, zei hij, psychas poneras egontes. Psychas poneras zijn slechte zielen. En egontes, participium presens van ego, terwijl ze hebben. In dit geval zou de context ook hoewel als vertaling kunnen hebben. En egontes als participium mag je ook vertalen met. Dus met slechte zielen of terwijl ze slechte zielen hebben of hoewel ze slechte zielen hebben.
En dan komen we bij nog een participium, MVS menoi. Dat is participium perfectum passief van amphienumai. Dat betekent zich kleden met. En dat gaat met een accusativus, dus hetgene waarmee je je kleedt staat in een accusativus. En het perfectum geeft aan dat het een resultaat is, dus we zijn daarmee gekleed. Dus gekleed met, en dan hebben we hier eisi, zij zijn gekleed met. Nou, waarmee ze gekleed zijn, dat staat dus in de accusativus somata te kala. Te erachter is kai ervoor. En met mooie lichamen. Kai en gene, accusativus van genos. En genos betekent neutraal geslacht of afkomst, maar mag je hier positief vertalen en een goede afkomst. Kai, plutus en rijkdommen. Dus we hebben hier een polysyndeton om te benadrukken hoeveel dingen ze wel niet hebben. Ze hebben blijkbaar wel een slechte ziel, maar ze zijn rijk, komen uit een goede familie en zien er goed uit. Kai en hebben we een bijzin, heb ei dan he crisis ei. Heb ei dan is wanneer, he crisis is de beoordeling, onderwerp hier, en ei is conjunctivus die bij heb ei dan hoort. Het is een conjunctivus generalis. En wanneer het vonnis er is, dus generalis, dit is hoe het altijd gebeurde. Ergontai, komen. Autois, voor hen, dus voor die mensen met die slechte zielen. Polloi, martures, veel getuigen. Marturesontes, een participium futurum, dat vertaal je met om te getuigen. Dus ook hier zie je weer dat er twee woorden naast elkaar staan met dezelfde stam. En wat moeten ze getuigen? Hos dikaios bebiokasin. Hos is hier dat. Dikaios, bijwoord op een rechtvaardige manier. Bebiokasin, dat is perfectum van biao. Dat zij op een rechtvaardige manier geleefd hebben. En het aspect van het perfectum geeft aan dat nu dan het resultaat is. Hoi undikastai, dus de rechters. Hypo te toetoon. Te erachter is kai ervoor. En hypo toetoon en door deze dingen, mensen. Het gaat eigenlijk om alles wat hiervoor is gezegd, namelijk zowel die getuigen als die goede afkomst, et cetera. Ekpletontai, presens, want we hebben het hier over een feit. Zij worden in verwarring gebracht. Dus de rechters worden en daardoor in verwarring gebracht. En Hama tegelijk, Kai ook, Autoi zelf, Ampegomenoi, dus we hebben het hier nu over de rechters. Ampegomenoi, dat hebben we al eerder gezien, terwijl ze aangekleed zijn. En dat is logisch, want zij leefden ook nog. Dikatsuzin, zij spreken recht. En dat is dus ook iets wat lastig is. En dat wordt hierna uitgelegd. Pro, voor, tes, suges, tes, autoon. En autoon mag je hier lezen als heautoon. Voor hun eigen ziel. En dat is een plaatsbepaling. Dus letterlijk voor hun ziel. Oftalmus, ogen. Kai, ota. Oren, kai en, dus we hebben hier weer polysyndeton, holon to soma, het hele lichaam, prokekalumenoi, participium perfectum passief van prokaluptomai,
Prokalyptomoi betekent iets dragen als omhulsel. Nou, hier dus als participium, terwijl ze ogen en oren en heel hun lichaam dragen als omhulsel voor hun eigen ziel. Dus blijkbaar heb je aan je zintuigen niet zoveel als je van ziel tot ziel wilt kijken. Tauta de, deze dingen uiteraard. Autois, voor hen. En die hen, dat zijn de rechters. Panta, hoort ook bij die tauta. Al deze dingen uiteraard. Epiprosten gignetai. En je ziet hier, het onderwerp is onzijdig meervoud. Maar de persoonsvorm is in het enkelvoud. Dat gebeurt vaker als dat onzijdige woord als een soort containerbegrip wordt ervaren. En epiprosten gignetai betekent in de weg staan of een obstakel vormen. Dus al deze dingen staan uiteraard voor hen in de weg. En dan nog eventjes uitgelegd wat er nou precies in de weg staat. Kai, zowel. Ta. Houtoon mag je weer lezen als heautoon, van zichzelf. Amphiesmata, dat zijn omhulsels. Zowel de omhulsels van henzelf. En dan hebben we het dus over de omhulsels van de rechters. Dus hun lichaam. Kai als ta, dan mag je die omhulsels weer bijdenken, als die toon krinomenoon. Weer gesubstantiveerd participium, van degenen die beoordeeld worden. Dus Zeus heeft het helemaal door. Omdat ze nog leven, kunnen de rechters niet goed oordelen, want ze worden beperkt door hun lichaam. En omdat ze nog leven, kunnen de stervenden niet goed beoordeeld worden, want hun omgeving is te veel van invloed. Tot zover dit filmpje.